Stel je voor dat ik op een willekeurige dag, op een willekeurig moment, op een willekeurige plaats mezelf zou verstoppen en via Instagram stories mensen tips zou geven over waar ik zou zijn. Hoe lang zou het dan duren totdat ik gevonden word? Daar ga ik vandaag achter proberen te komen. Inderdaad, het is weer een feest. Het is ook een tijd geleden dat ik een paprika heb gegeten op beeld. But this tastes so good, papies. In ieder geval, ik heb wat nieuws bedacht. Namelijk, ik ga vandaag iemand blij maken. Ik ga me straks verstoppen op een... Even wachten. Ik wil even naar een andere plek. Een typisch Hollandse plek. Degene die mij als allereerste vindt, die wint een gloednieuwe telefoon. Namelijk een Huawei P30 Pro. Dus dat wordt... Dat lijkt me lekker. Ja, dat gaan we even doen. Daar ga ik even naartoe. Ik neem gewoon... Hop, stoel gaat mee. Jongens, we gaan erop uit. We zullen zien wat er gaat gebeuren, dames en heren. Veel kijkplezier. Misschien schil ik wel een appel. Welkom. We zijn aanwezig. We zijn gearriveerd op de geheime plek. Het is je misschien opgevallen, maar... Het waait een klein beetje. Het is tenslotte de Dutch lifestyle, dat kun je wel zien, want de wind hoort daar gewoon lekker bij. Maar dat maakt niet uit, dat mag de pret niet bederven. Je denkt misschien, Kelvin, wat voor raar weiland heb je nou weer uitgekozen? Dames en heren, welkom in de Saanse Schat. Ik ben hier met mijn zusje Ciara. We zijn aan het wachten voor de eerste hint om 12 uur. Om Bovijn te vinden eigenlijk. Ja. We zijn nog super benieuwd waar die is. Oké, het plan is als volgt. Ik blijf hier gewoon zitten totdat één van jullie mijn kijkers mij gaat vinden. Dat gaat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Want er zijn allemaal plekken in Nederland waar ik me zou kunnen gaan verstoppen. Dus ik geef jullie een aantal hints op mijn Instagram story. Dat doe ik niet zomaar. En die schrijf ik op dit... Wow. De wind is nogal sterk. Mijn cameraman, leef je nog? Ja, oké. Ik schrijf de hints hierop en dan maak ik een foto en die zet ik op mijn Instagram story. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Ik ga de eerste hint opschrijven. Let's go. Drie kwartier voordat hij zijn post plaatste, dat hij op zijn weilandje zat, toen was hij nog in Amsterdam. Dus zo ver kan hij niet zijn. Dus ik ga een beetje hopen dat de eerste hint snel komt. Hint 1 is geplaatst, dames en heren. De eerste hint is Saanseschans, dus daar gaan we nu naartoe rijden. 28 minuten? We moeten echt heel snel gaan rijden dan nu. Wat vinden we van zijn nieuwe haar? Dit is heel lelijk. Wat? Nee, ik kan me geen reet schelen. Ik verveel me een klein beetje, dus ik ga denk ik gewoon even live op Instagram om mensen een beetje te teasen. Weet je wel? Ben ik live? Ja! We zijn live, dames en heren, jongens en meisjes. Ik mag helaas niet vertellen waar ik ben. Dus jullie moeten mij even proberen te zoeken. Ik hoop dat je mij een beetje kan horen, want het waait fucking hard. Maar ik heb een hint geplaatst op mijn story. Mocht je weten waar het is, kom me dan lekker opzoeken. Ik heb een leuke prijs. Dat is een sick ass telefoon, die gebruik ik ook al een paar maanden. Dus ik ben er heel enthousiast over. En een van jullie kan hem dus winnen. Dus kom gezellig deze kant op. Ik zie jullie snel. Check mijn Instagram stories voor de hints. Kom me lekker opzoeken. Ik zie jou straks en win een geniale prijs. I love you guys. Ja, dat was toch wel de allerbeste livestream die ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ja, je moet toch wat? Oké, de eerste hint is binnen en hij is... De Zaanse Schans. Hoe duidelijk wil je het hebben, dames en heren? Ja, top. Ik ga hem gewoon droppen. De tweede hint binnen, dat is Molen. We zijn net al twee keer langs de Saanse Schans gereden. We wisten niet zo goed wat we moesten, want we hadden ook geen hint meer. Maar we gaan nu daar lopen en gewoon in de molens, een beetje bij die molens checken en zo. My man. Yo, ik zit in de stiltecoupé. Welke bis gaat dan ook in de stiltecoupé zitten? Het scherm wordt opgenomen, dus niet in je neus, Peter. Kijk, ik ben voor het eerst in de Zaanse Schans. Wat zeg je? Anders houdt die gast even zijn bek. Ik geef die hints op Instagram en mensen moeten mij allemaal vinden. En dat gebeurt ook wel een beetje, denk ik. Alleen alle mensen die hier nu lopen, dat zijn gewoon letterlijk toeristen. Dus dat is eigenlijk perfect. Want ik ben gewoon niet één keer herkend. That's right. Good luck and be safe. Thanks bro, later. Later. In 2 is binnen een molen, maar... Oké, dus we hebben al gezien dat er in de achtergrond een molen staat. Maar misschien... maar misschien staat die ook wel naast een molen, hè? Aan de andere kant van het scherm, maar misschien zie je dat gewoon niet. Nee, want ik denk dat het allemaal weiland is. Hoi. Hey, wat ben je aan het doen? Ik
in de auto van naar huis. Right. Ik zit op de Zaanse Schans. Ja, de Zaanse Schans. Met molens en shit. Ja, dit is een geheime plek waar ik mezelf schuil houd. En mensen moeten mij vinden. Er zit nog niet echt tempo in, dus ik dacht, bel je even, want ik verveel me de tyfus. Ik geef steeds zeg maar hints op mijn Instagram story, dus ik ga denk ik gewoon nu weer de nieuwe hint droppen. Ik ben er klaar mee. Ik moest trouwens nog de groetjes doen van je zus, want gisteravond was het gezellig. Oh, nou, top. Ik waai weg, doei. You know I love it when you call me señorita. Zie jij iemand in het rood of zo? Zit iemand in het rood? Nee, maar hier zijn alleen maar paarden. We zagen geen paarden. Verf een kat, want deze molen heet Verfmolen de Kat. Als ze nu nog niet komen, dan word ik helemaal gek. Oh, oh, oh. Dan word ik helemaal gek. En ik word al gek door die wind. Oké, we hebben heel veel haast, want we kregen nog een hint. Die hint is verf een kat. Bij de Zaanse Schans is Verfmolen de Kat, dus daar moeten we nu heen. Oké, we hebben de laatste hint gezien. Dus we zijn nu eigenlijk onderweg naar de Zaanse Schans. En we hopen echt dat we hem daar gaan vinden. Dat lijkt me echt super tof, toch? Ja, zeker, maar we moeten hem wel eens eerst vinden. Ik heb een beetje honger. Hi, ik spreek met Kelvin. Ik wil graag een pizza bestellen als het kan. Nou ja, ik weet niet precies het adres. Ik sta in de Zaanse Schans. Ik sta bij de molen. Nou, ik moet hier wel blijven. Ik kan niet even ergens anders naartoe. Ja, aan mijn kant eruit. Ja, jij mag eruit. Heel voorzichtig. Wij moeten harder rennen dan die kleuter. Voorzichtig. Ja. Jongens, kijk uit. Ja. Jullie bezorgen niet bij Verfmolen de Kat. Dat is een beetje wat ik hieruit opmaak. Dan verhonger ik wel. Doei. Eten bestellen gaat hier ook niet heel makkelijk. Ik wil gewoon even wat eten. We hebben nu Floor eruit gezet, dus die is al aan het lopen. En wij hebben de auto geparkeerd en wij gaan er nu ook heen. En hopen dat we als eerst zijn. Kom op, vrouw! Volgens mij staat hij daar in de verte. Ik zie nog niemand anders. We gaan die kant op. Dus de andere twee meiden zijn aan het rennen voor hun leven. Daar! Ja! Kom op, gewoon! Wauw, nee, dat kan niet. Dag dames. Hoi. Hoe gaat het met jullie? Goed. Wat doen jullie hier? Voor die telefoon. Hoe heten jullie? Ciara en? Cunera. Ciara en Cunera. Ik denk dat jullie gewonnen hebben. Mooi. En toen op een gegeven moment kregen we de laatste hint. Toen ben ik gaan kijken, toen heb ik tegen mijn zusje gezegd. We moeten fietsen, echt leuk. Ja? Ook om je op te ontmoeten. Ja, dat lijkt me ook heel erg leuk. Wow, ik vind het echt fantastisch. Het is jullie gewoon gelukt. Jullie hebben me gevonden. Ik heb een cadeautje voor jullie. Nee. Ja, voor wie is hij? Dat is natuurlijk de vraag. Zij heeft een mooi. Zij heeft de 20 Pro. Oké, dit is de 20 Pro. Ja. Maar ik wil jullie heel graag deze telefoon geven. De Huawei P30 Pro, pak hem allebei even vast, zodat ik niet maar aan één iemand heb gegeven. Nee. Ja. En dan gaan we nu nog even chillen en wat foto's maken en dingen doen. Ja. Yes. Nou, die twee dames waren niet de enige die naar me op zoek zijn gegaan. Want toen één schaap over de dam was, volgden er meer. Yo. Hoi. Je bent dood op. Ja. Je bent helemaal kapot. Heb je gerend? Ja. Ja, maar ik heb wel slecht nieuws, man. De telefoon is al weg. Ja. Sorry, maat. Je lijkt wel alsof je een marathon hebt gerend. Wat is dit? Je bent helemaal kapot, joh. Ja, ik waardeer het. Ik vind het echt sneu. Maar ik had heel graag jullie laten winnen omdat jullie echt gestreden hebben. Maar helaas waren er gewoon twee dames die op de fiets rustig aankwamen. Nou, we kunnen nog wel even op de foto als jullie willen. Ja, goed. We hebben gevonden. We zijn te laat. Ik heb helaas geen prijs meer voor jullie. Geen Huawei P30 Pro helaas, want jullie waren niet de eerste. Oh. Maar ik heb wel wat anders leuks. Namelijk gras. Gefeliciteerd! Hey. En ik heb ook nog een aantal boeken voor jullie. Nou, alsjeblieft. Omdat jullie toch wel je best hebben gedaan. Sorry, man. Ah. Ik heb geen boeken meer, man. Oh, wacht. Wat is dat? Wat komt daar? Oh. Nah. Alsjeblieft. Toch top 10. Toch top 10, inderdaad. Kijk, dat is de juiste instelling. De groeten!